Yildirim. Sijp houdt de bal binnen. Gomez zit er maar half aan. En Tarvajärvi maakt 2-3. Goeie combinatie. En de paas is ook goed naar Tarvajärvi. Ja, het is de eerste kans van de wedstrijd. Maar het is ook meteen raak. En daar is de treffer van Niklas Tarvajärvi. Ik heb met Jong Finland tegen Jong Oranje gespeeld in Finland. En ja, ik denk dat het ging wel redelijk. En toen was Foppe de Haan was trainer van Jong Oranje. En een beetje, ja, ik denk een beetje door hem ook ja, ben ik ten Heerenveen terechtgekomen. Niklas Tarvajärvi komt in 2005 naar SC Heerenveen. Een vaste waarde wordt hij niet. Tarvajärvi wordt vaak gebruikt als pinchhitter of stormram en scoort in 2 seizoenen 4 keer voor Heerenveen. Voor mijn gevoel mijn leukste tijd van mijn voetbalcarrière gehad. Het is echt ja, het was een fantastische team, een hele goede sfeer en overal. Ja, daar heb ik mijn beste herinnering eigenlijk voor mijn carrière. Ja. Ik had toen heel goede spelers voor mij in mijn positie en ja, natuurlijk wil je altijd meer spelen, maar achter Huntelaar of Alves kan je niet echt veel zeuren. Omdat coach Gert-Jan Verbeek aangeeft dat hij ook het jaar erna niet op veel speeltijd moet rekenen, vertrekt Tarvajärvi naar de Graafschap, waar Jan de Jonge hoofdtrainer is. Ik kende hem natuurlijk ook al van het tweede van Heerenveen. En hij wilde mij heel graag daar en dat lijkt een hele goede kans en optie voor mij. Ja. Ja, en volgens mij ging het ook wel goed, want 28 wedstrijden, 4 goals. Ja, die eerste half van het seizoen had ik heel veel moeite met de blessures en met de andere dingen. Eigenlijk al die goals zijn voor de tweede half van het seizoen. En wat ging ook heel goed. Eigenlijk, ja. Tot mijn schouderblessure. Dan in het eind van de zon heb ik een operatie. Ja, schouderblessure, ja. Ja, en dan was die weer een beetje. In de jaren daarna speelt Tarvajärvi nog voor Vitesse, het Duitse Karlsruhe en in eigen land bij Turku. Maar mede door blessures is de spits niet echt succesvol. Hij mist het plezier in het voetbal en besluit terug te keren naar Nederland. Sinds dit seizoen speelt Tarvajärvi bij Go Ahead Eagles. Nederland is eigenlijk voor mij wel zo'n tweede thuis en ja, daarom wil ik hier mijn carrière een beetje opnieuw beginnen. Veel duels heeft Tarvajärvi nog niet gespeeld voor de ploeg uit Deventer. Hij kampt al een tijdje met een Achillespeesblessure en traint in de sportschool dagelijks keihard om weer fit te worden. Het is overbelasting een probleem en ja, ik ben een beetje te fanatiek geweest met het trainen Achilles is een beetje ingeschoten, dus nu rustig gaan doen. Hij is eigenlijk drukdoende om fit te worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat dat betreft is daar eigenlijk wachten op. En we weten een beetje wat hij kan. Tenminste, ik heb nog met hem gespeeld, dus ik kan hem redelijk inschatten zijn kwaliteiten. Alleen voor hem is het heel noodzakelijk dat hij echt fit wordt. En hij heeft nog een paar keer een oefenwedstrijd gespeeld, maar echt 100% fit is hij nog niet, dus daar is het wachten op. Nou is Paul Bosveld hier trainen. Ja, is het nog gek of speciaal of leuk, want je hebt met hem samen gespeeld bij Heerenveen, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Hij is wel een grappige man. Grappige trainer. Ja, hij doet zijn krapigst nog steeds in het veld. Dat ik niet veranderd ben, dat is een goed teken. Want ook, ik denk dat je altijd jezelf moet blijven. Maar hij is ook niet veranderd. Dus hij is nog steeds hetzelfde type als toen. Tuurlijk is leuk een oude kennis eigenlijk. Is hij veel veranderd? Ja, misschien best rustiger. Rustiger geworden? Denk ik wel, ja. Het is altijd leuk om spelers weer tegen te komen. Vaak is dat bij wedstrijden. En als je dan later trainer wordt van een speler waar je nog mee gespeeld hebt, dat is wel heel apart eigenlijk. Zaterdag ontvangt Heerenveen de Graafschap. Een duel tussen twee ploegen waar Tarvajärvi heeft gespeeld. Hij zal dan ook met extra aandacht het duel gaan bekijken. Ik probeer elke thuiswedstrijd van Heerenveen te gaan kijken. Ben ik deze seizoen al een stuk of 5 wedstrijden gezien. En zaterdag hoop ik ook in het stadion te zijn. Ja, kom je zaterdag even langs in het stadion? Als ik mogelijkheden heb, ja, zeker weten. Ja.